Oké. Nou, een goedenavond bij de eerste week. Wedstrijd nummer 4 bij de Dutch Darts Quarantine League. Vanavond hebben we weer een heel mooi affiche, als het aan mij ligt. We hebben twee topdarters. Arjan Konterman heeft het seizoen nog in de finale van de Challenge Tour gestaan. En zijn tegenstander is Danny Oldekalter. Debutant op het BDO-WK aan het begin van dit jaar. Haalde daar de laatste 16. Arjan mag na het ingooien beginnen met boelen. Nu beginnen? Ja, je mag beginnen. Oké. Okay. Bullseye. Mis. Dat betekent dat Arjan Konterman de wedstrijd mag beginnen. Goeie partij, Danny. Goeie partij, jongen. Komt een man die begint met een trippeltje erbij. Zullen ze zien wat het vanavond gaat worden hier. 85. Gisteravond zagen we een hoog niveau natuurlijk. Kevin Doets, wonnaar van Barry van Peer. Daar zijn de eerste twee trippels van Arjan Konterman. In één beurt heb ik dan over. Danny heeft nog wat moeite aan het begin om die scores te vinden. 87. Terwijl Konterman hem in zijn eigen leg langzaam wegzet. 28. En dan toch wel een slechte beurt van Oldekalter. Kan Konterman deze 185 goed wegzetten? Hij heeft natuurlijk dit jaar al wat ervaring op de Pro Tour gehad. Ja, net twee slechte scores achter elkaar van beide mannen. 58. 158 dan. 81. Nog net die laatste triple 19 die dan geraakt wordt om dan toch onder de 100 te komen. 45. En Oldekalter moet nog echt even wennen aan het niveau. Staat nu 55 gemiddeld deze lag te gooien. 57. Komt de man mist. Het eerste dubbeltje. 60. Nu dan, Arjan Konterman voor dubbel 10. En dan doet hij heel koeltjes. 1-0 voor Konterman, maar nog niks aan de hand voor Oldekalter. Hij mag nu aan zijn eigen leg beginnen. En gaat hopelijk de trippeltjes meer vinden. 140. Ja, dit is ook zo. 140. Een goede start. De hoogste score tot nu toe van Danny Oldekalter. Wat nu eigenlijk moet volgen is een tweede goede score. Zodat... Danny gewoon op een veilige afstand gaat staan van Konterman. 140. Nou, dat doet hij ook. Gewoon nog een 140 hier erbij. 96. Zetten we al een iets zwakjes weg, maar er... Er is nog ruimte genoeg. Want Konterman 59. Is ook met deze 59 nog nergens te bekennen, deze leg. Oldekalter dan voor 161. 50. Valt je pijltje uit een bord. Dat is natuurlijk niet zo fijn. Staat dus nog steeds niet onder de 100. 96. Kans voor Konterman om dus op een finish te komen, doet dat helaas niet voor hem. 111.
79. Gaat er niet in. Kan Konteman nog wat druk zetten? De trippeltjes moeten nu er wel in. 99. Eentje lukt er wel. Als hij mist, Oldekalter, dan zit de druk erop, maar... Dubbel 16. 16. En hij gaat er niet in. Nu is het de kans dus voor Konteman om al aan het begin van de wedstrijd direct te breken. 92. De eerste pijl gaat niet zo mooi. Dus hij gaat niet uit. 40. Nu moet hij er toch wel in, zou je zeggen. Dubbel 8. Gaan we naar dubbel 4. 8. Pijltjes worden nog steeds gemist. 52 dan om te breken. Dan gaan we naar tops. Dubbel 10. Check in 3. En die zit erin. Komt de man opnieuw via dubbel 10. Pakt hij de lek. En dus de eerste break van deze wedstrijd. Oldekalter kan de dubbel niet vinden. Heeft 2 beurten ervoor gekregen. En dus heeft Konteman eigenlijk in deze leg niet eens zo goed hoeven te scoren. 180. De eerste 180er van de wedstrijd. Arjan Konteman. Gisteravond zagen we Kevin Doets met 2 180ers achter elkaar in één leg gooien. 100. Oldekalter begint oké, maar zal meer moeten in deze leg van Konteman. 96. Twee keer 100 van Oldekalter. Maar nog steeds alle ruimte voor Konteman om deze score uit te bouwen. 50. Doet dat niet zoals hij had gehoopt, maar komt wel op een finish. 167. Dit is een grote. Zou de grootste van het toernooi zijn op dit moment. 55. Oldekalter niet tevreden over zijn spel. 97. Komt de man, zet hem op 70 neer. Krijgt hij alle tijd voor? Zal Oldekalter op een finish komen dan? Komt wel op een finish, maar het is een hoge. Dus 70 voor Komt de man. Ga naar de 18. 30. Probeer de tops. Mist een pijltje. Maar 146 dan. Dat gaat niet uit. 99. En dus kan Konteman zonder enige zorgen naar tops nu.
Oké, dan zijn we weer bij u terug. Wat kleine probleempjes, maar ziet u het maar als een Premier League onderbreking. Even een slokje water gedronken en dan kunnen we nu weer beginnen. Danny Oldenkalter mag beginnen. Het staat 3-0 voor Konterman. Je mag beginnen met de wedstrijd. Ja. Ja. 58. De spelers hebben nu een korte pauze gehad inderdaad, dus... 45. Zullen kijken hoe ze dan weer uit die pauze komen. Dat is natuurlijk niet heel lekker dat je net in het ritme zit. Dan moet je er even uit. Te zien ook aan de eerste scores, al weet Oldenkalter wel de eerste triple in zijn tweede beurt te vinden. 96. Hetzelfde geldt voor Arjen Konterman. De eerste leg moet nog op het scorebord komen. Zal het dan deze zijn? Voor Danny? 57. Hij weet wat winnen is. Won al vorig jaar een BDO-toernooi, de British Classic. 100. Terwijl Arjen Konterman, ik zei het al in de inleiding, vooral veel ervaring heeft op de Challenge Tour. Haalde daar een finale, verloor daarvan de andere Nederlander Jitse van der Wal. En hadden eerder al twee keer een halve finale op de Challenge Tour. Heeft dus ook al Players Championship gespeeld bij de grote mannen. En heeft ook echt wel wat tourcardhouders verslagen ook. Terwijl Oldenkalter juist er niet voor gekozen heeft om die Challenge Tour te spelen. 138 van Konterman. Dat is zet de drukker goed op deze 136 van Oldenkalter. Moet even rekenen. 76. Zet hem wel op 60 weg, maar 72. Nog een 16 erbij voor Konterman en dan gaat hij naar tops. Check in 3. En dat is een hele belangrijke in deze wedstrijd. Zo staat het al 4-0. De tweede break voor Arjen Konterman, die nu gewoon aan zijn eigen lijk opnieuw mag beginnen. Ja, het blijft niet lukken bij Oldenkalter. Dus de gemiddelde zit nu rond de 70. Normaal zit dat natuurlijk veel hoger. Konterman laat een beetje zien wat Vincent Kampas en Owen Roelofs op de eerste avond lieten zien. Hè, rond de 80 gemiddeld. 140. Daar is er weer een goede score van Danny. 140. Leek heel erg op een 180 te worden voor Arjen Konterman. Dat zou zijn tweede van de wedstrijd zijn geweest. Maar 140 is natuurlijk ook niet verkeerd. 56. En weer geen trippeltje voor Danny Oldenkalter. Wat opnieuw alle ruimte biedt voor Konterman om hem weg te zetten hier. En dat doet hij ook. 46 houdt hij over. Nu moet er een hele hoge score komen van Danny. 40. En dat is 40 helaas niet voor hem. 46 dan, 6 naar top zou je zeggen. Maar die valt in de 10, 0 op dubbel 18. 10. Twee pijltjes gemist, maar hij heeft nog alle tijd met Danny Oldenkalter op 206. 2. Komt de man, gooit gewoon keurig dubbel 18 uit. Komt op 5-0. En
Komt dus al heel dichtbij. Het eerste punt nu. Maar Onderkanter mag aan de lek beginnen. Begint weer matig. Dat heeft hij volgens mij zelf ook een beetje door. 100. Komt de man begint met een trippeltje. Zet de druk er weer op voor Onderkanter om in ieder geval ook een trippel mee te gooien. 58. Dat lukt niet. Nee. Het is niet de avond van Onderkanter vandaag. 78. Dat betekent eigenlijk ook voor Konteman dat zijn niveau wat minder hoog hoeft te zijn. In principe. 60. Drie beurten, geen triple van Oldenkalter. Daar is hij niet tevreden mee natuurlijk. 96. Nu al vrijwel 100 punten. Voorsprong voor Konteman in de leg van zijn tegenstander. 134. En daar zijn de eerste triples van deze leg. Op een goed moment zou je zeggen. Maar Konteman die kan hem wegzetten. 81. Dat doet hij oké. Het is nu Oldenkalter de kans om onder de 100 te komen. En nog iets van zijn eigen leg te maken. 100. Dat doet hij wel. 100. 146. 40 dan voor het eerste punt. Gaat niet uit. Dus kans op 89 voor Danny Oldenkalter om zijn eigen leg te houden en de eerste leg, zijn eerste leg van de wedstrijd te pakken. Zal naar Bullseye gaan. 64. En die zit er niet in. Zat wel dichtbij. 87 dan voor Konteman. Gaat ook naar Bullseye. Gaat hij dan wel raak? Nee, komt ook op dezelfde manier in de enkele boel terecht. 25 dan. Ga naar dubbel 8. Goeiemorgen, 17. Nee, het lukt niet. Ook met de dubbels lukt het niet. En dat is, liet de leg 2 natuurlijk al zien waar meerdere dubbeltjes werden gemist. Komt de man. 23. Ja, die zal zijn hoofd nu wel schudden, want die zet hem op dubbel 1 weg. Lukt hem ook niet om de dubbel uit te gooien. Check in 2. Kijk, en daar is de eerste leg. Het heeft wat moeite gekost voor Oldenkalter, maar misschien kan dit nog voor een boost zorgen. Want hij heeft nog niet verloren. De punten zijn nog niet verspeeld. Konteman mag nu wel de leg beginnen, waar hij mogelijk 78. Het eerste punt kan binnenhalen. Goed begin van Oldenkalter, dat biedt hoop. Een goede tweede beurt zorgt voor echt wel druk op Konteman. 42, ja. Dat... gelach achter de schermen. 42. Maar Arjan Konteman die kan ook 42 gooien. 100. Nu is de kans voor Konteman. Hij moet er nu overheen gaan. Wil hij in zijn eigen leg er nog iets van maken. Doet dat wel. Komt niet op een finish, waardoor Oldenkalter dus als eerste op een finish kan komen in de leg van Konteman. 100. 125 laat hij over. Dat zou kunnen. Maar misschien gaat Konteman het nu beter wegzetten. 58. Maar daar heb je wel triples voor nodig. En daar is 58 niet voor, genoeg voor. 125. Enkele boel zit erin als het goed is. Dat was... 67. Komt de man opnieuw voor het eerste punt. 59. Twee beurten, geen trippel. Ja, dat is niet genoeg om uit te gooien. 58, nu is de kans voor Oldenkalter om de lek te breken. Mist dan de 18, gaat naar de 17. Dus naar tops. 18. Ja, dat lukt niet.
Dat ene pijltje zorgt er natuurlijk voor dat je gewoon een pijl minder voor tops hebt, voor je dubbel. 28. Maar Konteman lukt het ook niet. Dus krijg je eigenlijk wat we deze wedstrijd hebben gezien, dat er veel dubbels worden gemist. Dat het maar eens even kijken is wie hem gaat raakgooien. In ieder geval niet Oldenkalter in deze beurt. Komt een man voor 40, daar is natuurlijk zijn dubbel. En die gaat er ook in hoor. Het eerste punt van de wedstrijd voor de competitie is voor Arjan Konteman. Heeft zijn punt in ieder geval veilig gesteld, maar zou daar natuurlijk graag 2 punten van maken. Oldenkalter wil misschien minimaal nog wel een lekje pakken natuurlijk. Kan nog steeds gelijk spelen. Maar om heel eerlijk te zijn, dat zal moeilijk worden. 5 legs op rij zullen dan gewonnen moeten worden. In de tweede beurt geen triple voor Danny. 78. Ja, dat was de kans van Konteman om een beetje in te springen. Maar hij houdt hem niet in de vakjes. Hij raakt wel een triple, maar... 99. Konteman moet nu bijblijven. 59. Ja, doet dat niet helemaal. En dus is het initiatief nu bij Oldenkalter. 55. De vraag is of hij dat na deze 55 zal behouden. De eerste triple bij Konteman zit er al in. 101. En zet hem perfect weg. 170. Dat zou het zijn. 174. Maar Oldenkalter die kan ook wel wegzetten. 174 om op dubbel 8 weg te zetten. Perfecte wegzetbeurt. 170 gaat niet 96. Uit. En dat betekent dat Oldenkalter hier zijn tweede leg kan pakken. Dubbel 8. Check in 2. Kijk, daar zit hij erin. Dan vraag ik me toch af of Oldenkalter door het winnen van deze leg een beetje terug kan komen in de wedstrijd. Wint natuurlijk wel gewoon zijn eigen leg. 59. Zal toch echt Konteman moeten breken om dichterbij te komen. Maar een slecht begin van Konteman aan deze leg. Oeh. 80. Biedt alle kansen voor Danny Oldenkalter, wilde ik zeggen. Maar toen viel er een pijltje uit het bord. En die zou best wel eens in de triple hebben kunnen gezeten. 60. Geen triple nog steeds voor Konteman. 85. Wel een trippeltje voor Oldenkalter, maar nog steeds kan Konteman daar overheen, wilde ik zeggen. Doet dat met 12 puntjes. 180. Kijk, de eerste 180 van Danny Oldenkalter. Konteman gooide er een aan het begin van de wedstrijd. Toen moest Oldenkalter nog een beetje inkomen, maar volgens mij is hij nu in de wedstrijd. De grote vraag zal zijn of dat te laat is inderdaad. 85. Komt onder de 100 terecht nu, 71 laat hij over. Nu moet Konteman hem wegzetten, doet dat goed. 140. Dus komt er toch wat druk op Oldenkalter's 71. 73. Kijk, knappe lijk van Danny Oldenkalter. Breekt hier Konteman. En dan komt het toch nog wel dichtbij, want Oldenkalter die kan deze lijk gewoon beginnen. En die moet je eigenlijk gewoon winnen natuurlijk. De tweede 180er van Oldenkalter. Derde van de wedstrijd. 96.
En dan moet je je misschien afvragen of Konteman halverwege misschien een beetje in slaap is gevallen. 59. Gezien het niveau van Oldenkalter op dat moment. Maar nu is het toch echt gevaarlijk, want hij staat goed te gooien, Danny. 26. Oldenkalter zet hem op 170 neer. 35. Heeft er alle tijd voor. Zeker na twee slechte beurten van Konteman. 26 en 35. 170 dan voor Oldenkalter. Hoeft natuurlijk niet uit. Moet gewoon goed weggezet worden. 90. Doet dat ook prima. 81. Maar nu moet hij wel de dubbel raak gooien. Je moet niet verzwakken en denken, Konteman staat nog ver weg. Dat doet hij ook niet. Triple 16, dubbel 16. Heel makkelijk opnieuw een hele goede leg. 107 gemiddeld deze leg. En nu mag Konteman weer beginnen. Na de vorige keer toen het 34. Nog 6-2 was, ging dat niet zo goed. Toen kon hij de wedstrijd winnen, lukte niet. Begint nu weer slecht aan deze leg. Terwijl Oldenkalter goed begint. 140. Een belangrijke beurt van Konteman nu. Moet ervoor zorgen dat Oldenkalter niet over hem heen kan gaan. 57. Ja, daar zal hij niet tevreden zijn. Trippeltje te weinig, misschien wel twee. Nu kans voor Konteman. 134. En dat doet hij ook hoor. Gewoon om in zijn eigen leg naar die dubbel toe te werken. En dan gaat het wel heel moeilijk worden nu voor Oldenkalter. 60. Zeker ook na deze score. Nu alle ruimte voor Konteman om hem weg te zetten. Dat gaat het ook heel goed doen. 135. 135. Heeft minimaal 6 pijlen, komt de man voor 49, dubbel 16, dubbel 8. Check in 3. Kijk, en dat is de wedstrijd. Gezellig, jongen. Dankjewel, Danny. Arjan Konteman wint de wedstrijd en opnieuw is het geëindigd in 7-4. Het leek op een mooie terugkomst van Danny Oldenkalter te worden, maar dat mocht helaas hier niet baten. Danny, we gaan naar jou. Hallo. Moment. Goedendag. Hallo Danny. Ja, het lukte niet helemaal aan het begin van de wedstrijd. Klopt dat? Nee, dat was wel heel treurig. Weet je hoe dat komt? Ja, een tijdje niks aan data gedaan. Dat zie je gelijk. Wat ik me nog afvroeg, in ieder geval in leg 2 bijvoorbeeld mis je heel veel dubbeltjes. Misschien dat dat ook het vertrouwen in de verdere wedstrijd naar beneden had gehaald. Maar na het winnen van die leg, van je eigen leg dus, van jouw eerste eigen leg, leek het niveau een beetje meer omhoog te gaan. Had je zelf ook dat idee? Nee, het was eigenlijk van het begin af aan drama. Drama. Ja, dat was zeker. Ja. Nee, het wou echt niet lopen. De eerste spel die ik heb gekeerd, het zat niet keer goed, had ik een bounce. Nee, het was echt helemaal niks. Ja, heb je er vertrouwen in dat het volgende wedstrijd wel gewoon goed gaat? Ja, een paar uurtjes maken deze week, vond het helemaal goed. Kijk, dankjewel Danny. Veel succes in de volgende wedstrijden. Dankjewel. En dan gaan we naar de winnaar, Arjan Konteman. Hoe kijk je terug, wedstrijd? Hij was schorend niet heel erg goed. Ik vond dat we allebei niet echt heel erg goed scoorden, dus meestal is het tussen ons is het wel een hele spannende wedstrijd en ik vond het al best wel vreemd dat ik 6-1 voorkwam. Dus ja, dan denk je nog één leg en dan begint Danny wel beter te spelen. En dan komt hij terug, ja, gelukkig met die 15 dapper in leg 11 maak je het af, dus ja, goed toch. Ja, je hebt zeker prima spel ook laten zien. Inderdaad, wat je zegt, je komt met 6-1 voor. Zorgt dat nog een beetje ervoor dat je minder geconcentreerd bent?
Ja, je denkt dat je er bijna bent en dan één leg, ja, opladen voor één leg, maar toch is het niet zo. Je moet toch gewoon geconcentreerd blijven en de overwinning is er, dus op naar volgende week. Goed, nou, dankjewel Arjen Konteman. Geniet van je avond. Tot volgende week. Tot volgende week, inderdaad. Kijk, en dan hebben we volgende week nog één wedstrijd. En als u op het scherm kijkt, ziet u de uitslagen van deze week tot nu toe. Allemaal werden ze 7-4. Vincent Kamphuis won van Owen Roelofs. Kevin Doets won in een wedstrijd van de hoogpartij van Barry van Peer. En Danny Oldenkalter verliest dan van Arjan Konteman. Dan kijken we naar de stand. Dat betekent dat Kevin Doets staat nog steeds op nummer 1. Eigenlijk staan ze staan gedeeld. Allemaal eerste natuurlijk. Doets, Kamphuis en Konteman. Morgen hebben we nog één heel mooi wedstrijdje voor jullie. We hebben Jimi Hendrix. Ook hij heeft op een WK gestaan. Is ook tourkaarthouder geweest. Tegen misschien wel de onbekendste naam van dit toernooi. Maar het zegt natuurlijk niks over zijn niveau in darten. Heine Uldrix. Dus we zien jullie allemaal morgen weer hier.